Dat zijn dus de medailles die ik zo'n beetje heb gewonnen tijdens toernooien zo met, omdat ik zit bij een omnisportvereniging, GSVT Neerharen. Dat staat voor gehandicapte sportvereniging Toekomst Neerharen. Die twee bekers heb ik dan gevonden op straat eigenlijk. En ik vond ze te mooi om ze met het oud-vuil te laten weggaan. Toen heb ik ze maar zelf gehouden. Filip is gehandicapt vanaf zijn geboorte. En hij zei direct, daar is iets met Filip tussen. Ze wisten dus absoluut niet wat hem had. Hij was stijf. Het was een stijve baby. En dus hij heeft een spierziekte. En die spierziekte heet syndroom van Beels. Maar het is eigenlijk een stijfheid van de spieren. Dus want Filip lag toch wel toen hij jong, klein was, gemiddeld een week per maand in het ziekenhuis. Ja, ik ben gehandicapt, maar dat is geen beperking voor mij. Dat heb ik ook eigenlijk wel laten zien in de schrik van Bilze. Van kijk, ik ben gehandicapt, maar ook al ben je gehandicapt en je hebt een droom, dan moet je die droom niet laten vallen omdat je gehandicapt bent. Ga er gewoon voor. Dus Filip is fysiek gehandicapt. En mentaal heeft men een verbaal IQ wat boven het gemiddelde ligt. Maar zijn de andere, die logica of wat is het, die ligt enorm laag. Qua alles wat logica is en waar tellen onder zit, dat kan hem dus absoluut niet. You're the macho man. Maar mijn macho man staat al op 3,78 kijkers. Dus toch wel, ik weet niet precies hoeveel dat is, maar toch al heel veel kijkers op een jaar tijd. Dit is mijn kamer en mijn macho man ding is eigenlijk begonnen toen ik in Tongeren op school was en ik een groepje rappers die daar leerling was op een schoolfeest hoorde rappen. En toen dacht ik van ja, dat kan ik ook. En toen ben ik beginnen schrijven. Dus ik zal hem even rappen. Yo, I'm a macho. Heep, heep, heep. I am Philippe. I'm a macho. Yo, yo, yo. I'm a macho. Beat it, peace. I'm a macho. For all my life, I'm a macho. I say high five, yo, peace and freedom. That's my kingdom. God made grass and man made boost. Would you trust and would you lose your peace and freedom? Dat is dus eigenlijk mijn allereerste liedje dat op YouTube stond. Macho man, ding ding ding. De mensen herkennen hem. Oh kijk, macho, er waren twee kindjes die wou een handtekening. Ik vind, van, ja, ik vind dat zo raar, maar ja. En ja, en dat doet hem deugd, want ja, hij flirt daarin op. Hij vindt dat fijn, hè? Heel in het begin, toen de schrik van Bilze vorig jaar op YouTube stond, waren het eigenlijk heel veel negatieve reacties. Zelfs zoveel negatieve reacties dat dat mijn ouders zoiets hadden van, zet het eraf, het kan niet meer, het moet eraf. We hebben eerst met Filip gesproken of hij die reactie zou kunnen aanvaarden of niet. Hij heeft gekozen om alles daarop te zetten en te laten. En daarom hebben we gereageerd om hem te steunen. Er is dus een kameraad waar ik dus heel veel mee contact mee heb en die brengt mij vaak naar GSVT Neerharen om te gaan sporten. En die zit daar ook, die geeft daar ook voetbal en zo. Want hij houdt dat ook zo'n beetje in de gaten. Als dan op Facebook of zo gasten zo tegen mij beginnen van je bent een Mongool of zo. En dan houdt hij dat zo'n beetje in de gaten van laat die eens met rust en zo. Dus ja, dat vind ik wel fijn.
dat is soms wel nodig, omdat ja, je hebt altijd van die gasten wat dan meent dat ze beter zijn en wat dan eigenlijk zo'n beetje met mij lachen omdat ik gehandicapt ben en zo. En wat dan zo zei, want dat is een vuil Mongool, dat is een, ja, weet ik veel wat ze allemaal over mij hebben gezegd met de schrik van Bilze, dus... Ja, ik vind dat eigenlijk niet kunnen eigenlijk. Ja, iedereen maakt zijn muziek, dus ja, en hij rapt, dus ja. Voor mij maakt dat geen verschil eigenlijk, ja. Hij is een handicap, dus ja, oké, we mogen niet meer lachen, vind ik. In het begin was ik wel gekwetst en ik reageerde dus ook altijd op die reacties, maar ja, ik had zoiets van, ja, kijk, ja, YouTube is wereldwijd en ja, je kunt niet verwachten dat iedereen je filmpjes dan goed gaat vinden. Er zullen altijd mensen zijn die het niet goed vinden. We rijden nu naar mijn werk, waar ik werk, dus in het rusthuis Sint Elisabeth op de Demerstraat in Hasselt. Kijk nog zo. Ik vind het leuk om met de mensen bezig te zijn, om ze te kunnen helpen en zo. Wil je liever in de zetel gaan zitten, dan breng je die in de zetel en kun je dat op je gemak daar eten. Mag dat weg? Nee. Nee? Oké, dan doe maar op je gemak. Ze hebben ook niet altijd familie of zo wat zo vaak op bezoek komen. En dan zijn ze ook wel blij als ze dan zo even iemand hebben die met hun praat, die met hun een gezelschapsspelletje speelt en zo. Je moet dat eigenlijk zo bekijken van hoe zou ik later willen dat ze mij verzorgen als ik in zo'n rusthuis zit. Eerst heb ik al die flessen uit die bak gehaald. Een volle bak tillen kan ik niet, dus dan daarmee ik het makkelijker maak voor mezelf door al die flessen eruit te halen en dan zet ik ze er zo terug in. Het is niet goed voor een gehandicapte om niks te doen te hebben. Zelf een gehandicapte moet zijn fierheid hebben. Want als je aan Philippe vraagt, wat doe je in het leven? Dan zegt hij, ik werk in het rusthuis. Philippe is heel druk bezig. Te druk, oké, we remmen het. Hè. Als het ook te ver is of het gaat niet, ja, dan kunnen we niet altijd taxichauffeur spelen. Vorig jaar bijvoorbeeld met Macho Man heeft hem heel veel aanvragen gekregen om te gaan optreden. Ja, Philippe die gaat optreden in Oostende. Hè. Dan moeten wij zeggen, Philippe, ga wel afbellen. Ik kan u niet naar Oostende brengen. We rijden nu naar Schoonbeek, naar zaal Beterveld, waar de Sterrennacht plaatsvindt en het optreden van Macho Man. De andere artiesten die daar komen, dat zijn slagerartiesten. Ja, het is wel een hele eer om op datzelfde podium te staan. Goedendag. Ik kom 11 euro. Oh, nee. Ah, oké. Je wordt daar. Dank je. Onze grote, hè, jong? Ja, waar is ze? De kop is eraf, zo te zeggen. En ik heb er straks jullie gezegd dat er hier vanavond maar liefst 5 artiesten te zien zijn. Wel, ik heb eigenlijk een heel speciale verrassing voor jullie, want we hebben er nog eentje bij kunnen krijgen. We hebben eigenlijk 5 artiesten en nog een special guest. Want hier is voor jullie Macho Man, de Schrik van Bilze. Oké. Met de man, de schrik van Bilze, alle plekken kennen mij, alle mozen, gebruik geen druk, de kritiek geen alcohol. Ieder weekend zitten we dame van Fris en Kolk, maar met de man, ik heb ze van Bilze. Het
het was wel goed. Het was eigenlijk de eerste keer dat ik voor zo'n oudere mensen speelde. Het was dan wel even zo afwachten hoe zij dan zo zouden reageren op mijn rap. Omdat ja, rap is niet zo echt zozeer iets voor oudere mensen. Maar ja, achteraf heb ik dan wel reacties gekregen van ja, het was goed. Dus meer moet dat voor mij niet zijn.